Goedenavond allemaal. Wat we nu hebben is een spiraal designer. En excuseer me, maar ik heb het een beetje in mijn keel. Dus wat we daar allemaal mee kunnen doen is heel veel. Je kunt dus dit is denk ik. U kunt dus die mooie spiralen maken. En dit is bij 2 fine liners. Ik hoop dat u mij verstaat, want er zijn dus bij 2 fineliners en dan de doos met gebruiksaanwijzingen. En het boekje heb ik hieronder al gelegd. Ziet u? En dat gaan enigszins anders als die andere mandela's. Dus ik ga daar direct op terugkomen. Het papier, dat is dus een kader. En het papier steek je tussen die 2 flappen. En dat is dus uw ring, waar u uw spiraal mee gaat draaien. En die ligt u op het pijltje. Als de camera dat dus goed wilt laten zien. Zo. En dan zit dat goed vast. En dan zijn er bij 1, 2, 3, 4, ik dacht nogthans 5. En we zijn hier al een dan maar. Ja, ja. En dan was er nog een, ik zal nu maar deze pakken, maar het was wel een ander. Want die heb ik nog van mijn vorige mandela's. En dan kunt u dat dus in het midden. Dus als uw mandela af is. Ja, het is allemaal zo'n beetje verplaatsen en zo. Want ik kan dat natuurlijk allemaal niet op tafel. Want dat kartontje dat erbij was. Ja, ja. Ja, dat is me gewoon voor te laten zien. Dat heb je eigenlijk, ja. Dus, u ziet, als uw mandela dan af is, ja, en we werken dus op dit blad, en als u dus uw mandelatje gekozen hebt, en u kunt dus verschillende voorbeeldjes pakken, maar er zit maar 1 zo'n rondje bij. En dat is dus voor in het midden. En dan kunt u 1 van die objectjes die erop staan kiezen. Bijvoorbeeld het boompje. Of wat is dat nu? Ik kan het niet juist teweeg brengen. En een voetresort. Dan een hartje. En een beker. Een roosje. En een beker. En daarvoor is het goed als u misschien in het bezit bent van van delas van vroeger, waar die in zitten. En dan hebt u direct heel veel om in het midden te gebruiken. En ik heb er hier nog eentje. Ah, hier is hem. Hier had ik een leuk vlindertje in gedaan. En dan begin ik dat. Allee, dan kunt u dat beginnen inkleuren. En dat gaat dus gewoon als volgt.
U ziet dat dat goed erin zit. U pakt van een van uw wielen. Ze mankeert mij een wieltje, maar ja. Dat zullen we ze bieden. Het zal heel niks tussen gevallen. En dan staan er ook nummertjes op. En u kunt dus... Ja, de camera kan dat pakken. En u kunt bijvoorbeeld met nummer 10. En dan pakt u uw fineliner. En dan is het gewoon gelijk als... Met de andere spiralen. En dan gaat u ook zo een beetje draaien tot u aan het beginpunt bent. En dan kunt u eventueel nog. Maar nu zijn we al aan de tweede rij bezig. Maar ja, je kunt er meer als één spiraal mee maken, hè. Je ziet hoeveel gaatjes dat er in zijn. Ja. Ja, voilà. Ziet u? Hier ben ik aan het middenpunt. En dan kunt u dus... Ik heb er nu veel, maar ik zeg het. In de Mandela spirograaf zit er maar eentje. En als ik me niet vergis, dan is het deze dat erin zit, ja. En dan kunt u bijvoorbeeld één thema kiezen. Dat u denkt, ja, want het is soms, soms is het nogal een beetje onduidelijk. Want wat ik er gisteren van gemaakt heb, dat is... Nee. Ja, dat heb ik met dat sabloontje. En dat is ja, uitgekomen tot dit. Precies een kuikentje. Het is precies een kuikentje, ja. Dus, ja. Allee, fijn, dat kan dus alle kanten uitgaan, hè. En ziet u wat ik wil zeggen? U kunt dan met uw eigen fantasie nog een beetje verder gaan. En nog een cirkeltje verder. En dan hebt u dus een echte Mandela. En dan zullen we... Ja, daarvoor dient die plaat, hè. Die ligt u dus ook juist met de punt. Dan kan u dus gewoon dingen in het midden. En dan kunt u dus zien... Dat u goed in het midden zit. Dat u goed in het midden zit. Voilà. En dan mocht je plaat wegnemen. Natuurlijk niet wegdoen, want dat is zeer belangrijk voor uw volgende Mandela-spiralen. En dan pakt u bijvoorbeeld het haartje, ja. Maar daar staan ook nog allemaal kleine puntjes op. Dus de vraag is nu, dat het een beetje moeilijk is, dat u dat moet opschuiven. Allee, moeilijk. Maar dat u zo toch, het is toch even een moeilijkheidsfase. Ik ga een cirkel te doen.
voor dat in de cirkel te krijgen, dat dat zo mooi past, hè? Het hangt van het figuur een beetje af. En u kunt ook, hier staan allemaal pijltjes op. En dus voor u begint te tekenen, kunt u een klein streepje zetten. Of een puntje, dat u weet dat u daar moet beginnen. Dat kan ik nu misschien nog doen. Dan moet u zo een klein beetje, ja. Voilà. Toch altijd een klein beetje. Maar het is echt heel leuk om mee te werken. Maar zo hoog, ah nee, dat klopt dus toch niet om dat zo hoog te doen. Ja. U bent best dat u zo, ja, zo dicht mogelijk uw symbooltje vormt dat u al getekend hebt. Ziet u? En dat dat nu, ja, een klein beetje. En ja, de volgende keer zal dat misschien beter zijn. En dan kunt u dus, ja. En gelijk ik dan toevallig op dat kuikentje gestuurd ben. En dan kunt u dat dus, ja, allemaal inkleuren met uw fineliners. Maar dan de grote stukken. Ik denk dat we nu aan het laatste zijn. En ik hoop dat dat een beetje... Maar ik zal daar nog wel op terugkomen in een ander videootje. Ja. Ja, dat is... Dat is een spirale. Dat is ongeveer... Is dat gewoon, hè? Deze ja. Had een klein beetje, hè, maar het is... En dan, ja... Ik